langs die deurpad staan. Hy het nou 'n naweek pas en hy wil huis toe gaan. Laai hom op, neem hom saam. Hy het nog 'n lang pad om te gaan. Daai troepie wat daar langs die ry veilig teken staan. Ry tog voor, noord of wes, wie weet waarheen hy moet gaan. Daai troepie wat daar langs die ry veilig teken staan. Hy staan daar heel geduldig, sonder met gesel. En vir tyd verdryf begin hy na klippe skop en dan begin hy bakkie stel. Sy hare is maar kort en sy min daar is nog lang. Maar sy skouers is breed en sterk en sy arms is brein gebrand. As jy daai troepie oplaai en vrou dit met hom gaan, bedank hy jou en sê, ach nee, dit gaan goed. Ek het maar net bykie lang gestaan. Dan vertel hy jou van die pikparade en die vasbyt in die kamp. En hoe hy en die ander merkies arm swaai en voete stap. En Louis is die mindaartrein wat hulle nog flou gaan ry. Hy speel gitaar en die ander sing saam vol bors voor die day. Met trots doen hy sy diensplig, gerespekteer net waar hy gaan. Hy is meer as net 'n nommer. Hy is 'n man wat sy man kan staan. Hy is maar net 'n troepie wat daar langs die teerpad staan. Hy het nou 'n naweek pas en hy wil huis toe gaan. Laai hom op, neem hom saam. Hy het nog 'n lang pad om te gaan. Daai troepie wat daar langs die ry veilig teken staan. Sê tog boos, noord om wes. Wie weet waarheen hy moet gaan. Daai troepie wat daar langs die ry veilig teken staan. Hy vertel jou van die lekker spens wat hy van die huis af kry. Maar sy buddies en sy bungalow, hulle eet altyd meer as hy. Maar saans as die ligte uit is, sonder dat hulle daarvan weet, lee hy skelm onder sy kombers en lekker voldong eet. Die boodskap oor die radio en die woorde in daai brief sê vas by troepie ons verlang na jou. Onthou ons het jou lief. Hierdie liedjie word dalk nooit te treffer. Doch al wat ek wil vra is dat elkeen van ons as motoriste ook ons deeltjie by sal dra. Laai hom op, neem hom saam. Hy het nog 'n lang pad om te gaan. Daai troepie wat daar langs die ry veilig teken staan. Sy tog voor, noord of wes, wie weet waarheen hy moet gaan. Daai troepie wat daar die ry veilig teken. But who got just a beaten like you? Watch out now, or else she's gonna break you in two. Oh, heart, you better believe me. Save yourself or somebody near. Don't make such a fuss. No hope for us. She don't care the way that you do. Yes, I'm telling you, heart, you're driving me crazy. Heart, you heard all that I say. Oh, heart, she doesn't want you. There's no in acting this way. Yes, I'm telling you, heart, you better believe me. Save yourself from somebody new. Don't make such a fuss. There's no hope for
don't care the way that you do. Yes, I'm telling you, heart, you're driving me crazy. Oh, heart, we'll find somebody new. Oh, heart, you're driving crazy. As die son in die maan, in die wind, in die wolke oor my gaan. Verlang jy ook na my, daar waar jy nou in die verre lande bly. En verlang jy as die son in die maan, in die wind, in die wolke oor jou gaan. My hande is hard, so hard soos masjinerie. Niks maak my meer bevrees nie. Selfs my eie angs maak my nie meer bevrees nie. Want ek is so hard soos Afrika. So onvoorspelbaar soos Afrika. So meedoenloos soos Afrika. My Afrika. Van waar ek nêrens het om heen te gaan. En ek lag vir my vyande, omdat ek weet. Omdat ek moet. Ons is die bewaker van die kruispad van die oseane. Ons het in Suider-Afrika nie net te maak met Russiese wapenverskaffing nie. Daar is Russiese militêre inmenging met imperialistiese oogmerke. Die Republiek van Suid-Afrika se verpligtinge gaan om die veiligheid van grense en belange waar ons deur verteenwoordigende en verantwoordelike regerings versoek is om te help. Hierdie regerings is die regerings van Ovambo en Kavango. Hulle veiligheid is ook in ons eie belang. Die pompstasies
by Kaloek, wat water voorsien aan Uwambu, is van lewensbelang vir Uwambu se mense en hulle diere. Suid-Afrikaanse kapitaal is by Ruakana se hydro-elektriese skema betrokke. Enige magte wat bogenoemde belange bedreig, moet deur ons effektief weerstaan word. Russies-Kubaanse inmenging in Suidelike Afrika lei tot onnodige bloedvergieting en is 'n bedreiging vir ons belange sowel as die belange van die vrye wêreld in verband met die seeroute om die Kaap. Die prys wat ons met lewens in die stryd moes betaal, sover as wat ons dit reeds gedoen het, word deur my en die Suid-Afrikaanse Weermag en ons regering diep betreur. Maar sover het ons daarin geslaag om die vyande van ons grense weg te hou en om ons veiligheid te verseker. Daarby is die vyande groter verliese toegedien as wat hulle graag sou wil erken. Groot getalle van hulle is gedood. Dit is die operationele gebied, die scheiding tussen twee werelde, maar daarom ook een ontmoetingspunt. Maart 1976. Die minister van verdediging, meneer P.W. Botha, neem die saluut. Hulle trek terug, want die taak is voltooi. This is dedicated to our soldiers, our brave young men in uniform. We salute you. We thank you for your courage, for giving up the comforts and safety of your homes, for leaving behind the ones you love for our sake. To protect and guard people like myself, you don't even know. May it be of comfort to you to know we remember you in our prayers, asking God to be with you always, and to return you safely to those who love you so very much. We also remember our young men who have fallen while serving our country, and we weep with those who love them. Young heroes who swore an oath when they said, "We shall rise, we shall fall. At your command, this for you, South Africa." Be proud of yourselves, as we are of you, and may your nights be peaceful, always. And when at times you are cold and weary, may the warm thought of our love accompany you through these times, knowing our prayers are for your safety, always, and longing to welcome you back home. May the discomforts you have suffered for our sake be replaced with happiness and blessings on your return. May the lonely times be replaced with an abundance of love from us all, white, black, colored, and Asian. I, like many others, don't have much to give in return, but this is our way of saying thank you. And may God bless and protect you all, brave soldiers of South Africa. These thoughts, wishes, and prayers are dedicated to all our soldiers, every one of them in uniform. Brave young men, we salute you.
daarheen moet gaan. Daar verlangen naar die noorden, waar een man voor jouw land op wacht kan staan. Boeders, hè? Ja, kom maar aan. Ik hoor je te beginnen problemen gaan, Rabo. Ik zal uit, kom maar aan. We zal zien. De kolonel had besluit om jouw kans met je eigen troepen te geven. Bangalore 9 Alpha Company. Ik zal mijn best proberen, kom maar aan. Zoals ik voor jou wel gezegd heb, Boeders. Jij doet niet jouw best, nie. Jij doet mijn best. Weet je mij? Ja, kom maar. Je gaat bewijzen dat je met rouwtroepen kan werken, of jij ziet nooit weer die grens. Je werkt met alles, dus met rouwtroepen. Lees je me? Ja, kom maar. Daar was een paar eiwols op die trein. Gaan af naar de hek toe. Kijken of we op hun ei al aangekomen. Moerdijk of Moersteen of Van Tonder is een van hulle. Verkeerd met jouw boetes. Is die kantoor, kom maar. Ik kan gaan. James, what you started with? Looks like we're late. What should we do? Let's ask this dude over there. Have you got a smoke for me? No, I don't smoke cigarettes. Maar meneer, kan jij ook van zeggen waar we met gaan, alsjeblieft? Ek is nie 'n meneer nie, roof. 'n Meneer is 'n ding wat in 'n gat in die grond bly. En s'nachts kruip hy uit en blaf in sy eie gat. Het jy my? Wie is jy? Van Tonder, noem my Boetie. In die weermag het jy 'n nommer rang voorletters al van. Wie is jy? Do you have to shout like that? I mean, he's only asking you a question. Do you ask gevaarlijke bel voor mij uit de hart af? Shut up! Wie is jij, kaboutermannetje? Wie is jij, kaboutermannetje? Jouw naam!
Kevin John Ball. Kevin John Ball. Jy is zeker van Tonner. Ja, eindelijk is ik Moerdijk van Tonner. Moerdijk is mijn stiefpaas van Tonner is mijn eigen. Hou je bek, Moerdijk. Als ik nou sê beweeg, dan tel jullie die tassen van jullie op. Jip hoogte en jullie vat die pas amasseer tot bij die andere troepen wat daar bezig is om kiet te trek. Het jullie my? Ik wil niet ongeschikkeling nie, maar je praat verschrikkelijk vannacht en ik kan Jenny niet verstaan wat je zegt. Shut up! Gel op my tas. Voorwaarts, mars! Next. Hoes troep over jy omel het, hè? Next. Hoes. Next. Tanne. Re. Hoes. Next. Tanne. Re. Hoes. Next. Kom. Tanne. Re. Hoes. Hoes troep over jy omel het, hè? Next. Tanne. Re. What's this? That's the man's brand. Reg. Hoes. Next. Achterkom, moet niet van mij luur niet. Die hamburger niet. Hallo! Als ik bij jullie park ook van jullie aankom, dan staan elke man bij de voeten van zijn bed en hij staat op aandacht. Heet jullie mij? Heet jullie mij? Ja! Je staat op aandacht, met je voeten bij elkaar en je handen langs je zijen. Vijf de toegetijd pijns aangetrekken en je roer niet. Je proetel niet en je krat niet. Je zwijnt niet, je sterft niet en lucht ook niet op je benen. Heet jullie mij? Wat lach je erop? Wat lach je, kreeg het dan waarom? Hoor je mij? Ja. Ja, koperaal. Ja, koperaal. Koperaal! Koperaal! Ga op! Waar kijk jij? Je kijkt waar het blauw is. Je kijkt over mijn kop of over mijn schouder. Je kijkt net voor mij als je mij wil optellen. Heet je naar mij? Heet je naar mij? Ja, koperaal! Goed. Jullie zijn niet weer mag om in die staat jullie opgeroepen. Geloof je, het is moeilijk om spooken op te roepen, Rof? Ja, koperaal. Ja, koperaal. Maar die Weermacht doen het twee keer elke jaar, koperaal. Weet je, hoe noem ik je roep, Rover? Ja, koperaal. Want die roep is staatse geld. Weet je nou, hoe noem ik je roep, Rover? Ja, koperaal. Ja, koperaal. Ja, koperaal. Van nou af is ik jullie baas. Als je niet langs die pad afchopt, maak ik soldaten van jullie. Trek een IP's van je staan ze prekend verie. Shut up! Roofie zoals jij, vreet ik op voor breakfast en ik spoeg naar die haar uit. Waarom moet al die trek bosjes eten meteen, heet je mee?
Weet je mij? Ja, kapraal. Wat lag hierop? Hier. Is het één voor allemaal en allemaal voor één. Sluk hem, stromp, Rico. Pim! Als één droog maak, stop allemaal af. Weet je mij? Ja, kapraal. Ik hoor niks. Ja, kapraal. Wie is jij, varknek? De kok. Kijk waar het blauw is. Kijk waar het blauw is! Is je haar een gat, Roo? Voor het bereik waar je ingekomen staan haar boom is 400 meter is je al terug. Beweeg! Beweeg! Jullie is die ergste spul slap gatten wat ik in mijn leven tegengekomen. En ik moet van jullie soldaten maken. Van jou ook, kabouter, mannetje. 8211262BGKJ Ball, corporal. Waarvoor staat die kabel? Kabouter, mannetje, corporal. Shut up. K staan voor kabouter, mannetje. K staan ook voor iets wat ik niet van kabouter, mannetjes vat, nie. Heet je mij? Ja, corporal. Heet je mij? Ja, corporal. Zie je niet, maak je eens klaar, ik heb ze weer voor hier. Doe nou. Waar verwacht ik? En dan. Je laat terug. Wauw. Snor voor jouw gat. Let op je maar, let op je maar. Wat krijg je zo'n blauw gat op je aan, Rob? Af in de graad af, af in de graad af. Waar? Doe, breng de helm voor hier. Ja, bij jou. Doe je dan weer eens wat. Gewijk, kaas bij jou. Wat doe je dan in de spas? Stem uit! Nu dadelijk! Want ik ben beweeg aan drillen aan, beweeg! Beweeg, dromen, beweeg! Doe, draan en drillen! Dek af! Dek af, sorry! Wij dekken in je hand, trekken man! Adeling! En dag! Op die plek, rust! En genoeg jullie wijs om te leppen krol. Jullie beter mooi kijken wat ik toen heet jullie mij? Ja, kapraal. Wees leppen krol. Toen hier het naar die vijand doen, is die niet. Het is moeilijk dat je nou zo slecht komt. Je elleboe en jouw liefste. Je blijft zo laag als moeilijk. Heet jullie mij, Robert? Ja, kapraal. Heet jullie mij, Robert? Troepen, kapraal, troepen. En je behandelt het als mensen, man. Kijk voor jou. Die langer voet, Rolf. Ja, kapraal. Laat hij. Nou gebruik je die zeer voet van jou om je af te stappen, weet je mee? Ja, kapraal. Ik voor jou langer. Als die maaikjes niet samenwerkt, en dan brullen ze de hele dag, heet jullie mee? Ja, kapraal. Ik hoor dat. Ja, kapraal. Leuk. Met de deur! Leek! Oh!
tweede arm. Tik, tak, tik, tak, tik, tak, doei. Tik, tak, tik, af, drie. Op, tik. Af, majeur. Leeg, op. Back neck. Heb jij een langer voet of weet je niet? Kijk, corporaal. Zeg nou eens even weg. En wanneer ik een stof streep in en dan kom je terug met een zakdoek in je hand, weet je mee? Ja, corporaal. Beweeg. Leg op, leg op. Wat is het? Wat de dingen zit die? Wat de dingen zit die? Ik bind hem in die oor vast, heet je mee, Rob? Ja, kom eraf. Maak vast, maak vast. Hey, sta stil daar. Niet jij, niet haast. Kom dan maar niet sparen. Doe door jou. Weet je waar is je linkerbeen? Ja, kom eraf. Nou, bind hem vast, doe. Doe, roer jou. Er is niet al acht tijd niet. Zeg nou zij langs. Dan gebruik je de IPN, heet je mee? Ja, corporaal. Goed. Kijk voor jullie. Werks af, werks af. Links. Met de deur, met de deur. Links. Op. Rug. Op je rechter, blank. Voorwaarts. Ik heb hier al die vloer gebracht. Samen ik kan wees. Hoe is jouw zin wees? Om Vlaarde. Ik zou zo waar niet hiermee kon doorgegaan, dat is helemaal niet samengekomen. Ons kun je niet zo ver van als je op je eis. Uur voor die ultimatum verstrek. Indien hij dit niet doen is, zal die gijzelaars geschiet en Kariba die lucht ingeblaas wordt. Moenie probeer om die gijzelaars te red nie. Ons zal die hele Rhodesië lam lê en die turbines opblaas als enige iemand Kariba nader. Ons is ten volle in beheer. Dit is die volledige tekst wat ontvang is van die terroristen.
Christiane, in die land wat ons behou. Dit behoort aan jou en mij, dit is aan ons toevertrouw. Dis ons duister, dis ons woorde, dis ons plekkie op die aarde. Alles verkeerd. Alles vergeet. Geen rondom verdediging. Noem jullie zelf soldaten. Jullie is dood. Prat. Finish kapot, al vijf van jullie. Staatseiendom. Vanaf hierdie oomblik is julle staatseiendom. En namens die hoof van die Weermag, welkom in die Weermag. By Kommando Krijgsskool Kimmerie. Hoekom is julle laat? For a start, my call-off papers were late. Henderson, Richard James, right? Yes. Pansegrove. Smith. Come.
let us. Hey, Anderson. What's the? Captain. Captain, sergeant. Captain, sergeant. Kom draai om, Isos. Hey, what's the? Generaal, meneer. Corporaal, van Wessel. Belangrijkste man in die Weermacht. Vraag maar die generaals. Recht, kerels, onthou die rangen. Morgen leer ons jullie om te saleer, dan kan jullie oordentelijk respect betoon aan die belangrijke mensen. Nou ja, nou gaan ons jullie dag afsluit met zo'n inskedrappie. Net zo'n enkie, om aan je nieuwe stevels in te breken en jouw civie spierkies al eerste ontwaking te geven. Recht, Trian! Lekker gedoedies. Wakker nou. Mooi. Roer, roer jullie. Wij te aantree en jullie draag in 3 minuten. 15 op. 16 op. 17 op. 18 op. 19 op. 20 op. 21 op. Stop. 1, 2. Klas samen met mij. Breng jullie benen wijd. Arm schouderhoogte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, halt! Zo ja, baie gezond. Ons breek nou voor ontbijt. Julle is terug oor 40 minuten. Dan gaan ons uitvind hoe en wat die woord drill beteken. Reg, Andre, op die looppas terug barakke toe. Niemand loop in die Weermacht nie. Yeah, never know when the buggers will give us food again. Can a cancer, Patty? False. False, my dear fellow? Met so anemiese soutie soos jy sal nie kanse vat nie. Jy sou kos kry, gereeld ook. Hoe sê? Remember, ek hier nie boerkos soos milliepap en wors, soos jylle nie. Pity. Ek het nog geen smok wil toch. Ah, then again I am prepared to sacrifice principles and make exceptions. Pass the finger bowl, Tiny. Houd je dan! Houd dan! Ik moet je gaan varen, hakken bij elkaar. Doe maar! Snaak! Rut! Verder, je hoort goed. Houd dan! Het verbeter, starig, maar het verbeter. Jullie gaan me aan verstaan. Rechts met 3 af, monsieur. Maar hoe lijken die soldaten? Hè? Dat is jullie? Slap, gat, pap, voet, kinders. Red de volk. Kijk, als die maar gaan slapen. Wie is gezegd? Ek. R1, 7.62 mm automatische of semi-automatische basisse infanteriewapen. De afgelopen 2 weken heb je geleerd om te drillen. Nog maar frot. Maar ons gaan voorlopig nou aan met die wapen. Nou, hier is hier net een wapen. Hier is jouw trouwste nooi. Vrouw, mistress, wat je ooit zal hebben. Zorg voor haar. Wees lief voor haar. Hou haar schoon en warm.
alles van haar weet. Haar in die donkerheid mekaar kan halen en aan mekaar zit. Wat voor lag ik? Die fancy tanks en mirages klaargespeeld. Wie moet die oorlog winnen op zijn 1-2 Bedford? Die PBI. Voor bloody infantry. Wie zal die POV's? Ja, behalve ik. Jouw R1. Jullie is die elite van die Weermacht. Je ruggraat. Maar net als je die meisje kent, en ze jou kent. Zij zal nooit weer niet. Zij is jammer. Jammer. Ik zal niet werken. Jij! Laat ik bij mijn werk aan. Vier blaren. Sprang! Oké, je kan opstaan, Henderson. Moet niet dat het weer gebeurt niet. Nooit! Scutter Henderson, rapporteer aan mijn apparade. En onthoud je een ding. Je wapen zal je bij jou hebben, altijd. Je lost jouw wapen nergens niet. Is het duidelijk? Zal die wapen, bloody zegers, was die expres niet? Tony! Nergens niet is het heel gewacht. Jij die zaad voor. Dank je, Tony. Dank je, boys. Wil ik jullie denken, jullie soldaten willen jullie grenzen sturen? Dus vanaf. Mijn strakwekkende taak om te vragen voor vrijwilligers. Die vielen wat lust is om grenzen te gaan, op mijn bevel treden jullie één trein naar voren. De rest van jullie, die meeste niet meer kan, blijven maar staan waar jullie is. Vrijwilligers naar voren. Ja, denk je dat je op was? Van Ossel, word wakker. Die wat voren toe staan, gaan grens toe. Dat is gogas op die grens. Elke bloody goed wat zinkjes als jullie opvreet. Slechts die wat wil gaan, tree naar voren. Heet jullie dit, hè? Vrijwilliger, naar voren! Zal ik passen voor die wat wil, hè? Zit, rookbreek. Booker Ton Sally here.
Kolonel. Mannen van die bos gehaal het, is nie moeilikheid. En, Santi. Nog net zo mooi als altijd. Dag, pa. Mama zal bij je blijven om je weer bij huis te hebben. Dank je, pa. Ik heb een vriendin zijn woensdag gekregen voorlopig. Dag Gerard. Je bent groot geworden. Hoe lang was het? 5 jaar. Middag, hè, pa. Kolonel. Dat is een ding, hè. Ik zie je wat. Opa hier tussen ons en kolonel arbeiden. Ik denk dat ze dan doen. Luitenant Becker, kolonel Geef. Nou, genoeg mijn kennis, luitenant. Ach, lopen. Welkom aan beide van jullie. Dank je. Verskoon mij, kolonel. Jullie zei jullie is nou... Lus voor die mirages, hè? Moeg van die oude impales en die oude cijfers, hè? Ik hoop je geniet die tijd hier bij ons. Agent 6, klaar op je baan. U is geklaar op en af wanneer gereed. Wind 030, 5 knopen.
RAAS 816. Die drill is druk normaal. Waarschuwingslichte uit. Kajet luchtreling aan. Kajet toe en gesluit. Gasarm op 100%. Luitenant, het jou. Uit veilige land, ziet er leer. Alles onder beheer. Thank you.
Kom naar de wanneer, kom op pas, man! Hik, 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 hik! Hou op, kom de wanneer, dus jij knaagt niet! Hik, 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 hik! Kom op pas, man! Hik, 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 hard! Verdorie, trek een eimoesje op je maag, man. Kan je hier pas marcheren? Kijk, kijk. Wat is jouw naam, hè? Moerman, kopperaar. Moerman? Ja, maar Moerman, op je dubbel om je parade grond. Daar is jij, man. Oh, dat is een joke, hè? Dat is een joke. Oké, okay. Allemaal voor jullie. Op je dubbel om je parade grond. Daar is jij, man. Jij ook dubbel eerst. Kom nou, kom nou! Kom, 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 drie man, drie! Op je plek, man! Moer, man! Ja, op dit zo'n Grange is een ferie en een levy. Moerman! Wat is het daar? Het is een reus, Hoeper. Natuurlijk is het een reus. Denk je, ik is blind? Ik wil weten hoe kom je dan? Ik heb hem daar gesteken, bro. Oh. Nou is echt maar graag. Hoe kom ik hem daar? Ik kan voor Reuzenkop, bro. En waar is je dat weer op pad? Ons is een beetje op een naweek pas, bro. Ik zie. Zeker schoenen? Waar is je pad? Pas is gecanceleerd. Haal u daar rust. Jouw gaan je bij jammer wees, Mikey. En jij de valeurs, kijk hoe ik jou knuppen. Waar is jouw naweek pas? Ik zie je maandagochtend 8 uur in die RSM's kantoor. Alles in hierdie campus moest een grap. Hoe laat begin my party? Nou, wat maak het nou saak? Jy het my genooi vir 'n party. Kom ons gaan. Dis eiwal, jong. Skrik jy? Ja. Maar ons kan nie sommer die huis stap nie, man. Sip, is jou suster verjaar. Kom jy of kom jy nie? Jy, yes. Wacht vir my. Escort op beskuldigde. Ada! Wat? Haas! Niks, haas, niks, haas, niks, haas, niks! Die aanklagters is dat genoemde beskuldigde wederrechtelijk en onwettiglik afwezig was sonder verlof vir die tydperk 14 juli tot 15 juli. En dat genoemde beskuldigde onskuldig gemaakt het aan gedrag tot nadeel van militaire discipline. Wat pleit jy op die eerste aanklag? Skuldig. En op die tweede aanklag? Skuldig. Ek vind jy skuldig op beide aanklagte. Het enig iets te versagting te sê voor ek jy vonnis? Nee, kaptein. Geen vorige veroordeling, kaptein.
van die 100 jaar die power. Als je meer kat maakt, dan maak jij gat uit! Kijk achter de valleur! Je hebt maar niet aan die kant van die ding liepen! De boer! Nog, toch! Hey! Ik is jammer, dat het ons wel vanavond opgaat. Heb je vandaag op was? Nee, maar ik wil jou niet zien. Wat kan ze? Voor jou had ik innen gekocht. Je moest een circus aan uit doen. Vind je zo kan anders dat ik mijn haren druk maken? Ik zal proberen. Alles voorbij. En ik bid dat je me eendag zal vergeven voor wat ik gedoen heb. Ik was een weeskind, man. Ik laat het niet met mij kunnen doen, he. Ja, kaptein. Laten we dan kijken of hier die man aan die plaat kan krijgen. Anders moet ik om die tentie te sturen. Kijk, je hoeft niet met mij te praten als jij niet wil, nie. Maar
Die Weermacht is nie onsympathiek nie, al dink jy so. Ons weet dat jy nie die dinge sou gedoen het sonder 'n baie goeie rede nie. Het jy dalk 'n baie ernstige dryfveer gehad? Luitenant, met alle respek gesê, my besigheid is my besigheid. Miskien is dit vir jou vreemd omdat ek hier is. Miskien moet jy eers 'n bietjie nadink. Nee, dankie, Luitenant. Goed, ek waardeer jou standpunt. Is heel waarschijnlijk een sap waar je niet graag wil praten. Nie. Maar je moet onthou, ons is jou vrienden, niet jou vijanden. Nie. Als jij dan later voel je met jezelf, dan kan je iets van je vragen. Al is je ook een intentie. Ga niet naar benaderen. Goed, Linda. Daar was nie dalk iemand anders wat jy wou sien nie, kapelaan miskien? Nee, dankie, Luitenant. Op Springbok Radio, dinsdagochtend die 14 September. Good morning, South Africa. 5:02 on Springbok Radio. Tuesday morning, the 14th of September. Vrienden, is het weer tijd dat ons een beetje mekaar hou die blad skud en sê howdy there. Lekker heerlijke dag vir ieder en elk van u. Want vandag, hierdie dinsdag, sien ek as een van die baie mooie dae wat vir u voorlê. Blou maandag is agter die rug. Hier kom hy. Lekker dag vir u. Morning South Africa, and as I've just said, Blue Monday is right behind us and a lovely, beautiful Tuesday right ahead of you. Enjoy it. American Cigarette Company, makers of Peter Stuyvesant cigarettes, present The World at 7 p.m. The World at 7 p.m., Dennis Smith reporting. The World at 7 p.m., Neville Dawson reporting. The World at 1 p.m., Alan Morris reporting. The World at 7 p.m., Victor Mackeson reporting. The World at 7 p.m., Colin Flaxman reported. I'm gonna give you 40 days to get back. I'm gonna call up the gypsy woman on my telephone. I'm gonna tell her what I'll do. That'll be the very thing that I do. I'm gonna
says he'll be back home in 40 days. Yeah, 40 days. 40 days. 40 days. I'm gonna see that he'll be back home in 40 days. Yeah, 40 days. I'm gonna tell the wife to do. That will be the very thing that I do do. I'm gonna see that he'll be back home in 40 days. Well, I was talking to the judge in private early the morning. When the sheriff came along and he took me without any warning. He said, I'm setting the charge up again, yeah. That'll be the very thing that'll hang ya. I'm gonna see that you'll be back home in 40 days. Yeah, 40 days. 40 days. 40 days. 40 days. I'm gonna see that you'll be back home in 40 days. Yeah, 40 days. I'm gonna tell the whole wide voodoo. That'll be the very thing that I do do. I'm gonna see that you'll be back home in 40 days. Well, I was talking to the judge about it early that morning. The sheriff came along and he took me without any warning. He said, I'm setting this charge up again, you but that'll be the very thing that I'll hang you. I'm gonna see that you'll be back home in 40 days. Yeah, 40 days. 40 days. Yeah, 40 days. 40 days. I wanna see that you'll be back home in 40 days. Yeah, 40 days. I'm gonna tell the white voodoo. That will be the very thing that I do do. I'm gonna see that you'll be back home in 40 days. I'm gonna see that you'll be back home in 40 days. I'm gonna see that you'll be back home in 40 days. Is this the final test of reconciliation? And if it is, we are failing badly. Two massive monuments to the fallen soldiers of the border war and the liberation struggle, within sight of each other, but with scant recognition for the old enemy. And emotions are running high. These visuals from the border war in Namibia and Angola evoke powerful emotions for soldiers who fought on both sides of the conflict. 20 years later, Freedom Park in Pretoria symbolizes the end of hostilities and the birth of our new democracy. As it says in the brochure, it is the heart and soul of our nation, captured in one breathtaking space. Walls bearing the names of those who paid the ultimate sacrifice in the freedom struggle encircle the amphitheater. Etched onto the wall of names are the names of those who died during slavery in pre-colonial times, the Anglo-Boer War, two world wars, both black and white. But the names of soldiers who served on the border have been excluded. Acting CEO of Freedom Park, Peggy Potolo, explains why. United Nations actually declared apartheid as a crime against humanity. So it is on those bases that we do not have the names of the SADF soldiers on the wall of names at Freedom Park. Following this judgment, the border war by extension became criminalized. Outraged, the old generals, including the CEO of the Voortrekker Monument, Gert Opperman, decided to build their own wall of remembrance. Last Sunday, the old South African Defence Force commemorated their fallen soldiers. We would not have built this wall in the first instance if the members of the security forces had not been omitted from the wall at Freedom Park. We have tried our level best with the previous CEO of Freedom Park, Dr. Wally Sorote, but he never wanted to budge. And instead, he used the opportunity
to criminalize the Defense Force and their memory. And that was bad. Members of MK find the controversy around the two walls perplexing. Kibi Mapatshu is the national chairperson of the Mkhonto we Sizwe Military Veterans Association. You cannot equate the former freedom fighters who are fighting for freedom of the people of South Africa with the former soldiers of SADF who are fighting an unjust war. Some old SADF members are upset that the wall at Freedom Park includes names of non-South Africans. You are recognizing Cubans, Koreans, Russians, but not South Africans. We are recognizing people who have contributed to the freedom that you and I are enjoying today. Like many soldiers, General Geert Opperman says that you cannot rewrite history. I'm proud that I've served in the South African Defence Force, and I was also generally in the South African National Defence Force. And I'm not ashamed about the fact that I'm a soldier and I was a member of the Defence Force. After more than two decades since the last intake, some of the soldiers of the old Defence Force find it difficult to adapt to a new reality. Their sense of alienation is acute, and the memory of the war still defines their identity. Nico Kirsten and some of his border buddies started a bike club called the Silent Soldiers earlier this year. Silent Soldiers, where's that name from? Ons het besluit om 'n klub te begin om te ry vir die ouens wat op die grens dood is, die ouens wat die ultimate prys betaal het en nou nie meer 'n sê kan hê nie. Now, should the names of your colleagues who lost their lives there be inscribed on the wall of names at Freedom Park? No, it mustn't be there. You don't want it there? No, I don't want. Why not? It wasn't their wall, it was ours. That's their wall. That's not our wall. The Voortrekker Monument and Freedom Park are probably the two most visual symbols of a nation struggling to come to terms with its past. Two monuments, two histories, two walls, and the gap between them seems to be widening. Dramatist and playwright Dion Opperman understands the growing disillusionment. It makes me feel angry. Victors write the history books, and I know that the Afrikaner's history is systematically being criminalized in this country, and systematically, because of that, justifiably wiped out with a little rubber. In protest, Dion has now written a play that honors the SADF soldiers who served in Angola and Namibia. In some quarters, there's concern that the play could stir up racial tension. This is a war that we white boys fought. And it's our story, and it hasn't been told. And stir what up? They're going to weep their eyes out for where they were. They're going to run and try and find themselves a rifle to start a revolution. They're going to mourn. Not so long ago, virtually every white male in South Africa shared a common experience. It was targeted at boys of 18 or even younger, and it arrived in a brown envelope, call up for national service. I was looking forward to go and serve my country. As a boy of 16, you get your call-up papers. You would run to school the next day and say, look, boys, here's my call-up papers. You get a call-up, you sit on a train, you don't know anybody on the train, and off you go. And then people start shouting at you, and your ear gets cut, and you get given rounds, you get taught to march, to drill, to shoot. And I could shoot someone before I was old enough to buy a beer. In your mind, what were you fighting for? I was fighting to stop Russia from taking over South Africa and doing to it what it had done to the rest or most of the other states of Africa. That was what was in my mind. Stop the communists from taking over our country. They invaded a foreign country and say they are fighting communism. Angola was never a communist state. There was actually a war going on between America and Russia there, as in many other countries, as in Vietnam. We were part of that war too. But according to Kebbi, the threat of communism was pure propaganda. He claims that the real reason the SADF invaded Angola was to sabotage the military wing of the ANC. That country, Angola, it was only hosting us. For training, it was giving us assistance. So it was wrong for the South African government or the Defense Force then to invade a foreign country.
Soldiers who made it back safely from the border were told that people in Civvy Street knew very little about a war that, for the most part, unfolded in secrecy. They didn't come back to a hero's welcome. Defiled by the new government and forgotten by the old. That's how Anton Franken feels. Anton was severely injured on the border while doing his national service and now struggles to survive. We didn't get the recognition we deserve. If we look at the American war vets, well, they get cheated. And our guys, it's a huge difference. I went because I believed in that, what I was going to do. But it feels like, I've been stabbed in the back afterwards. Anton drifted for many years until he met ex-soldier Aster Smull, who started a buddy care system for war veterans in need. The basic doctrine of any good soldier is you bury your dead and you honor them and you look after your wounded. According to Aster, there are hundreds of soldiers like Anton who found no support when the old Defense Force disbanded in 1994. They've been hiding in cracks. They just want to hide from the world because they're different. They push to the side. We said, bullshit, man. Sorry. Come into the light. Ironically, this is the very same predicament that MK veterans find themselves in. Two erstwhile enemies now share common ground in post-war hardship. We did not even get pensions. Some of our comrades are sleeping in the shacks. Some of them are sleeping in park station there, you will see them. Some of them, they're very sick. Godfrey Giles, president of the SA Legion, has been instrumental in lobbying government for funding to support these veterans. The Military Veterans Bill, with a budget of over $1 billion, was finally tabled in January this year. But who is the money for? A lot of people seem to think that some people have been excluded. So this brings in the First World War, Second World War, Korea, all of the guys from the liberation struggle and all the SADF guys as well. So it is actually for everybody, and it includes the SANDF guys, the new guys that are coming out now. After this interview a few days ago, it has now emerged that there's been an about turn by the Defence Ministry on who qualifies for veteran benefits. This controversial decision will be challenged. Despite the ongoing negotiations and the two walls, reconciliation is still on the agenda, as demonstrated by the fact that delegates from Russia and Angola attended the wreath-laying ceremony at the Voortrekker Monument. A new sense of realism and a new sense of constructive cooperation. And if that persists, then we might get somewhere. Personally, I feel that there's a place for Freedom Park. They represent certain parts of our history, just as the Voortrekker Monument also represents other parts of the history. And the two of us must cooperate. All countries in the world, they know for a fact that if you don't take care of your forces who happened to be in war, you will create an unstable country. South Africa needs to get a positive slant. We need to get together. We need to move forward. Veterans have stopped fighting. We're not fighting each other anymore. We've got to build South Africa together. Well, the definition of who exactly qualifies as a veteran is still an issue right now, and the Council of Military Veteran Organizations has called upon the government to clarify its position on the current bill or reopen the debate.